Het genootschap Oud Katwijk is jarig en viert dat dit keer in het Katwijksmuseum met een grote Blommers-expositie. En over die viering praat ik in het museum met de voorzitter van het genootschap, Hans Schoneberg. Officieel is op 1 januari 1966 het genootschap Oud Katwijk opgericht. En dat gebeurde dus op initiatief van de heer Jan van Brakel, werkzaam op het gemeentehuis. En Kees Varkenvisser, directeur van de visserijschool hier ter plaatse. En zij zagen dat er eigenlijk in rap tempo veranderingen zich voltrokken in het dorp. Waarbij dus eigenlijk zaken die verband hielden met het verleden gingen verdwijnen. In de eerste plaats natuurlijk de klederdracht, die was eigenlijk al lang, was die uit beeld verdwenen. Wat je alleen nog maar zag, dat waren de vrouwen die gekleed gingen in ijzeren jurken en hadden nog wel de witte muts op. Maar ook dat zou eigenlijk met uitsterven van die generatie zou dat volledig verdwijnen. Dat is geen goede zaak, maar nu zie ik 1966 en we zitten nu in 2016, dus dit is het jaar. 50 jaar. Wij hebben dus besloten dat 50-jarig jubileum niet maar zomaar ongemerkt voorbij mocht gaan. Dit wordt groot gevierd. Een van de kerntaken die het genootschap zich in de tijd al gesteld heeft, toen er van lieverlee een collectie, toch wel sieraden, klederdracht en gebruiksvoorwerp ontstond, dat was het oprichten van de Stichting Katwijk Museum. Dat gebeurde kort na het oprichten van het genootschap Oud Katwijk. En hoe is dat gegaan? Want we zitten nu in een museum, maar het was het toen niet nog. Nee, de vestiging, oorspronkelijke vestigingsplaats van het genootschap, dat was de oude pastorie bij de hervormde kerk op de Voorstraat. Een soort oudheidskamer eigenlijk. Meer kan je, anders kan je het niet noemen. Maar van lieverlee ontstond er dus door schenkingen en aankoop toch een collectie. En die groeide zodanig dat het gemeentebestuur het verstandig besluit nam om toen hier locatie Voorstraat 46 vrijkwam. Oorspronkelijk is dit de woning geweest van een reders-echtpaar Meerburg. Wat gebouwd is, ontworpen door Jesse. En wat in handen van de gemeente kwam toen dat echtpaar kinderloos overleed. Het moest dan wel een openbare bestemming hebben. En dat heeft het oorspronkelijk gekregen als politiebureau, maar later toen er een nieuw politiebureau aan de Piet Heijnlaan gebouwd is, kwam dit vrij. Ja. Dit pand, Voorstraat 46, kwam toen eigenlijk, kreeg bestemming als museum, waar we natuurlijk erg blij mee waren. En dat is toen ingericht en officieel door prinses Juliana geopend. Genootschap Oud Katwijk, 50 jaar. Wat zijn jullie nog meer van plan? Want we noemden net die tentoonstelling hier. Nou, we hebben een Blommers tentoonstelling. Dat is de tweede overzicht tentoonstelling van Blommers. Blommers is toch een van de toonaangevende schilders in de Haagse school geweest, die hier in Katwijk vanaf 1900 is komen wonen. Jullie hebben nog meer activiteiten georganiseerd in verband met dat 50 jaar? Ja, onze klederdraggroep is heel actief en die houdt op 8 augustus in samenwerking met Noordzee Zomerfestival weer een landelijke klederdragmanifestatie. Daar komen, dacht ik, een 20-tal groepen uit heel Nederland verspreid en tonen daar eigenlijk hoe de klederdrag in hun omgeving gedragen werd. Daar wordt een toelichting bij gegeven. Twee de moeite activiteiten. Waard. Nee, er zijn er nog veel meer. Ik zal eigenlijk een aantal opnoemen. Wij zijn vorig jaar gestart in samenwerking met de muziekschool om in het museum kamerconcerten te organiseren. Dat gaat weer gebeuren. Wij gaan filmavonden organiseren in de tweede helft van het jaar. Er komt een open dag voor de leden van het genootschap Oud Katwijk. Die kunnen dan achter de schermen in het museum kijken. En we krijgen een jubileumdiner in de tweede helft van oktober, waar mensen dus in staat gesteld worden om in te schrijven. En heel bijzonder, wij hebben eigenlijk in onze collectie, hadden we nog een blinde vlek. We hebben eigenlijk geen 17e-eeuwse standgezichten. Dus het streven was ook om voor het jubileum een 17e-eeuwse standgezicht aan te schaffen. En daar zijn we inderdaad in geslaagd en dat wordt
tijdens dat jubileum ineens gepresenteerd. Ah. We zijn nu bezig met twee zalen. Nieuwe presentatie, Katwijk aan de Rijn, daar wordt nu de laatste hand aan gelegd. Die zal binnenkort geopend worden, officieel. Maar is al wel te bezoeken. En de zolder die krijgt een gehele renovatie. Die was tot heden eigenlijk niet toegankelijk voor mensen die aan een rolstoel gebonden waren. Daar wordt nu een nieuwe trap met een liftinstallatie gemaakt, waardoor men dan wel in staat is om de bovenverdieping te bekijken. En daar wordt een nieuwe opstelling over het verleden van Katwijk gemaakt. We gaan de toekomst voorbereiden. Ja, ja. Oh, goed. Ja, je mag omzien naar het verleden, maar ik denk als je geen waardering voor je historie hebt, dan ben je slecht voorbereid op je toekomst. Nog even terug naar deze Blommers tentoonstelling. Blommers was, het was weliswaar geen vernieuwer, maar het was wel een uitstekende vakman die eigenlijk tijdens zijn leven al heel veel roem vergaarde, in het buitenland ook bekend was. Veel van zijn werk is verkocht naar Engeland, Schotland, Amerika zelfs. Hij heeft reizen naar Amerika gemaakt en is zelfs ontvangen door president Roosevelt daar. Oh. En heeft in opdracht een portret van Carnegie gemaakt, wat nu nog in het Vredespaleis hangt. Zouden we best kunnen gaan bekijken, denk ik. Ik denk dat het de moeite waard was, want ook als portretist was hij befaamd. Hij heeft heel veel portretten gemaakt. Ook op deze tentoonstelling zijn een paar portretjes te zien. André Groeneveld, de conservator van het Katwijks Museum, regelde een bezoek voor ons in het Vredespaleis. We lopen door dat prachtige gebouw heen, een grote mooie kamer binnen, die er ook als een werkkamer uitziet. Maar André, we zijn hier in de directiekamer. Heb je daar toestemming voor? Ja, normaal komen bezoekers hier niet in de directiekamer van de Carnegie Stichting. Maar nu vanwege dit schilderij? Vanwege het portret van Carnegie, van Blommers wel. Dus bezoekers zien heel veel van het prachtige gebouw, maar dit portret dus nooit. Ik zie de naam Andrew, 1913. Ja. Heeft hij dat hier geschilderd of? Blommers is speciaal daarvoor naar New York geweest. Is op 10 februari 1912 vertrokken vanuit Rotterdam met de Nieuw Amsterdam van de Holland-Amerika-lijn naar New York. Varen, denk ik. 9 dagen. Oh. Wel heel mooi. Met zijn vrouw, trouwens. Luxe hut, neem ik aan. Eerste klas. Het werd allemaal betaald door de Laarense kunsthandel in Amsterdam. Die was opdrachtgever. Die heeft ook een crowdfunding gestart om dit portret te realiseren. Waarom moest deze man geportretteerd worden? Ja, dat is wel bijzonder eigenlijk. Carnegie heeft in die tijd een mega groot bedrag geschonken. Dat was $1,5 miljoen om dit gebouw te kunnen realiseren. Het Vredespaleis. Het Vredespaleis. Ah, dan begrijp ik het. Dan verdiende die zijn portret, vind ik. Ja, toch? Ja, dus Blommers die gaat dan uiteindelijk naar New York. Komt dan aan, dus 19 februari komt hij dan aan. Neemt zijn intrek in Hotel Netherland. Dat is wel leuk, hè? Beetje thuis weer. Ja, Central Park. Wil dan aan de slag, maar Carnegie die is een beetje ziekig. En die gaat af en toe naar zijn zomerhuis. Dus hij kan daar niet heel vaak terecht. En het duurt dan uiteindelijk tot eind mei dat hij dan weer weggaat uit New York. Dus hij heeft daar vrij lang over gedaan. Maar waar schilderde hij? En hij schilderde in het waanzinnig grote huis wat Carnegie had aan Central Park ook. Was op loopafstand. Ja, een huis met iets van dik in de 40 kamers. Ja, ja, ja. En toen hij daar allerhartelijkst werd ontvangen, dat schrijft hij zelf, of dat vertelt hij ook aan de krant in New York, dat hij ontzettend aardig is ontvangen, dat ze eigenlijk al dikke vrienden zijn. En hij gaat daar dan, hij eet ook af en toe mee, hij luncht dan mee. En hij komt eigenlijk, hij beschrijft dan dat hij op de eerste plek waar hij dan door Carnegie wordt meegenomen, is zijn privébibliotheek. Dat is een vrij grote ruimte, groter dan deze
deze directiekamer. En toen had hij meteen zoiets van, hier moet het zijn. Het was ruim genoeg. Het was rustig. Hè. Ze konden in alle rust kon hij daar poseren. En, hij vond ook dat hij een staand portret moest maken. Ja? Dus geen wat er wel eerder was gebeurd, was een zittend portret van Carnegie. Hij wilde per se een staand portret. En die symbolen, kun je daar iets over zeggen? Want ik zie daar, ja, ik noem het maar... Statue of Liberty, ja. Het vrijheidsbeeld. Ja, natuurlijk een prachtig symbool voor de... Nou ja, ook zijn gedachtegoed, want dat is het wel, voor het Vredespaleis. Lijkt mij heel mooi om dat inderdaad, om dat symbool er ook in te zetten. En misschien vredesbrieven of... Zou kunnen, dat durf ik niet zeggen. Het is ook lastig te zien. Ja. Heeft Blommers die Orde van de Nederlandse Leeuw meegebracht? Want dat heeft hij ook, zie ik, op zijn revers. Hij heeft inderdaad, maar dat is pas later gebeurd toen het portret werd aangeboden. En een officiële overdracht was in augustus van 1913. Toen heeft Carnegie de orde gekregen en daarna, of misschien net iets daarvoor, dat men wist dat hij dat zou krijgen, is dat dus nog ingeschilderd. Ah. Ja, en of Blommers dat zelf gedaan heeft, dat weet je zo. Dat weet ik dus niet. Die tijd is voorbij. Ik ga eigenlijk vanuit van wel. Helemaal geen strandafreel, maar toch een beetje oud wel. Ja, hij was toen al, even kijken, in de 70 was hij. Ja, toch. Ja. Blommers is niet lang daarna overleden en ik heb gelezen dat hij een zeer bijzonder graf kreeg. Dat wil ik ook nog graag zien en laten zien. We gaan daarom, nu we toch in Den Haag zijn, ook even naar de begraafplaats Oud-Eik en Duinen. Een echt kunstenaarsgraf. En die treurende vissersvrouw verbeeldt ook Blommers werkomgeving, die hij zelf zo treffend in beeld wist te brengen. Ik zie hier dan wel de laatste rustplaats van Blommers, maar in zijn schilderijen leeft hij nog altijd voort en herleeft ook ons verleden. Daar wil André Groeneveld ons natuurlijk ook nog graag meer over vertellen in ons eigen Katwijks Museum. Nou, dan komen we meteen bij het... Daar hangt gelijk een mooi portret. Een van de eerste werken. Ja. Wie is dat? Ja, dit is weer meisje Siebehaar, heet ze. En dit portretje heeft Blommers als een van de eerste na zijn academietijd in 1868 gemaakt. En dat was de dochter van zijn huisbaas. Ah. Van zijn atelierhuisbaas. Dus toch vertrouwd. Ja. Hij had een atelier boven een schermschool in Den Haag, Juffrouw Idastraat. En dit was dus de dochter van die meneer, die eigenaar van die schermschool. En dit meisje werd vaker ook door andere schilders die daar zaten op dat atelier gebruikt als model. Model dus. Ja. Die en vader het is, moet wel trots geweest zijn, want het ja, lijkt me prachtig. Wel. Hè? Het is een heel mooi portret. En het is als meisjesportret ook bekend geworden met een postzegel uit de jaren 20. Ah. Er zijn een heleboel... een serie postzegels verschenen voor het kind, hè? Die reeks ja, had je. Ja, had je toen al. Ja, en daar is dit meisje ook op verschenen. Ze kijkt je aan, dus ik begrijp het. Ja, een prachtig, mooi geschilderd, vroeg werk van Blommers. Maar hij gaat verder. Ja, hij gaat verder en dan komen we bij het portret, of het interieur eigenlijk, op de schouw. Is dat bij hem thuis of? Ik denk hij zelfs... woonde in Scheveningen dus. Hij woonde wel in Scheveningen. Maar zeker niet in een vissershuis. Dus nee. Ik heb hier in het boek, dat is dan wel mooi om te laten zien. Dit was zijn atelier. Ah. In Scheveningen. Nee, dat is geen vissershuisje. Nee, dat is geen vissershuis. En je ziet hier ook al een aantal van die meubelstukken. Dit zijn dan wat rijkere stukken. Het leuke van dit schilderij is dat hij naast dat meisje Siebehaar, had hij toen hij op het strand liep in Scheveningen, had hij een leuke visloopster gevonden. Een meisje van, ik denk dat ze een jaar of 16,
misschien ietsje ouder was. Denk bedoel je iemand die hij aantrekkelijk vond of zo? Want... Hij vond haar en wel aantrekkelijk en hij dacht dat is handig als model. He, want hij wilde die vissers interieurs maken. Ja, dat, was, ja. dat was echt wel een goede markt in die tijd voor ze dat soort werken. Ze maakte contact met haar. Nee, ja, nou. Dus hij vroeg van wil je niet model worden voor mij? En zij kwam dus model zitten en ook voor de andere schilders. Dus hij... Ik weet nou niet waarom je dit vertelt, dat het zo bijzonder is. Dat nee, niet? Het is, nee, op zich niet. Maar het leuke is dat hij dus inderdaad verliefd wordt op haar. En uiteindelijk in 1870, dus dit is in 1868 gemaakt, een paar jaar later dus, trouwen ze met elkaar. Het wordt zijn vrouw? Het wordt zijn vrouw. Toch een mooi verhaal, ja. Ja, en de familie was eigenlijk niet zo blij met die kunstenaar. En waarom niet? Omdat hij onbetrouwbaar was, ja, misschien? Kunstenaar is toch een beetje een rare toestand. Dus zij vonden dat niks. Zij breekt dan uiteindelijk met haar familie. Dat is wel weer jammer. Als getuige twee kunstenaars, Mauve en Mesdag, de grote Mesdag. Dat is dan wel weer mooi, twee schildervrienden. En uiteindelijk krijgen ze 10 kinderen. Oei, dus het is echt huwelijk geworden. Het is, het is gebleven ook, dat ja, huwelijk. Ja, absoluut. Zij was vrij zakelijk. En heeft uiteindelijk, je had het net over verkoop van werken. Zij heeft ook een hele belangrijke rol gespeeld in de verkoop van zijn werken. Zij onderhandelde en zij verkocht. Hè? Ja, eigenlijk deed zij daar de contacten met, ook met de handel en met misschien potentiële kopers. Hij heeft heel veel werk gemaakt. Mag ik er ook eentje uitkiezen? Want ik liep daar net langs en toen dacht ik gelijk, dit is die. Nou. Dan gaan we daar naartoe nu. Gaan we daarheen? Maar nou ga ik voor je uit een keer. Oké, ik ben benieuwd Wim, welke je hebt uitgekozen. Vond het wel spannend. Wat jou zo aansprak in het werk. Ja, ja, ja. Kijk, ik bedoel deze. Ja, die vind ik echt prachtig. Ja, dan heb je ook wel meteen een topper uitgekozen, Wim. Hoe bedoel je een topper? Nou, dit is een van de bekendste werken die hij heeft gemaakt. Dit is een werk uit 1890 ongeveer. Wat, misschien is dit een beetje nog in de Haagse schoolsfeer, hè? Dat grijzige, beetje gedempt licht. Een heel mooi werk. Het leuke is dat dit werk in die tijd, hedendaags kunst, hè, want daar hebben we het wel over, is aangekocht door de Vereniging ter Bevordering van Moderne Kunst. Ach. Voor het in aanbouw zijnde Stedelijk Museum Amsterdam. Dat was toen moderne kunst. Moderne kunst. Ja, voor die tijd misschien, maar ja ik zie daar spelende kinderen. Ja. Of zijn het werkende kinderen? Het zijn eigenlijk wel spelende kinderen, maar het zijn wel visserskinderen. Die het heet de kleine garnalenvissers. Ze trekken een korfje mand voort om garnaaltjes in het zwinnetje te vangen. Werk. Ik zie het meer echt als toch meer spelen. En daar is hij ook wel natuurlijk wel bekend mee geworden met die taferelen van, zoals hier ook. Hè, prachtig, ja. Spelen om de kinderen met een bootje. Het werk is, doordat het in het Stedelijk Museum terecht is gekomen, is het ook een soort icoon geworden van een van zijn stukken. En dit werk is vele malen gereproduceerd op prentbriefkaarten, in allerlei vormen, in allerlei talen. Het is in litho's verschenen. Het is we hebben hier een paar prentbriefkaarten, maar we hebben ook een fotorepro die opgewerkt is met een beetje verf. Dus het is als het ware verkocht zeggen. Ja. Het was een, voor de gewone man, zeg maar, want dit werk kostte natuurlijk wel aardig wat, dit is voor de gewone man. Maar wel werk wat heel erg tot verbeelding sprak en dat nog steeds doet, want het is gewoon heel erg herkenbaar. Het enige wat ik een beetje wonderlijk vind is die lijst. Ja, dat is jammer, hè? Hoe komt dat nou, dat er zo'n lijst, of zat hij eromheen? Moderne kunst misschien? Ja, later wel. Maar het is natuurlijk zo dat dit soort werken horen gewoon in een lijst met krullen. Ja, zoals hier, waar we bij staan nu. Ja, ja. Dit werk van Dordrecht heeft de originele lijst. Dat zou je daar toch ook verwachten, zeg ik. Dat zat daar ook omheen. Oh, okay. Alleen met de komst van Willem Zandberg als directeur van het Stedelijk in de jaren 50 zijn al die lijsten eraf gehaald. En zijn alle werken vervangen door latjes of door een bakje. En dat is jammer. Want, nieuwe stijl. Ja. En vaak kwam het ook omdat in de depots die lijsten waren kwetsbaar. En ja, als je ze als je ergens inschuift... Hier kon je mee schuiven en daar niet mee zo. Nee. Maar ook vind ik toch niet zo'n goede keus. Zonde. Maar het blijft een waanzinnig mooie schilderij. Ja. En dit werk hangt al sinds 1993 hier in het Katwijks Museum.
Maar het hing niet hier volgens mij, nee, toch? Het hing in het trappenhuis altijd. Oh, ja. Maar het komt nu ineens ook door het licht en veel door beter alle tot aandacht. Z'n recht. Heel goed tot z'n recht, ja. Daar was Scheveningen, maar dit is echt Katwijk, hè? Ja, het meeste van deze werken zijn in Katwijk ontstaan. Want hij gaat dan in 1899 naar Katwijk. Laat dan Villa Therese bouwen aan de boulevard, naast de Oude Kerk, direct daarnaast. Het ligt hier in de vitrine, liggen een paar voorbeelden van hoe dat huis uiteindelijk naast de kerk, hoe dat staat. Het is best wel een raar huis, want het is een heel platte strandvilla eigenlijk. Heel modern, door Jesse ontworpen. Hij heeft dan direct zicht op zee en hij heeft inmiddels natuurlijk ook al een heleboel kinderen en krijgt dan vrij snel ook nog van de oudste kinderen kleinkinderen. Want de een trouwt met kunstenaar Jan Zoetelief Tromp. En er komen er nog meer kinderen. En daardoor heeft hij dit soort dingen gewoon voor de deur. Dan ga je al die kinderen op het strand zien. Ja. Dat waren zijn modellen dus ook. Dat waren zijn modellen. En ik weet nog wel uit de Jan Zoetelief Tromp tentoonstelling dat zeg maar, de kleinkinderen dan zeg maar, hun ouders herkenden. Ja, van, ja. Dit is die. En dat hebben we hier nu niet. Kleine maar wereld, maar Villa Therese is er ook niet meer. Helaas, in de oorlog gesloopt. En Blommestraat, dat is ja, het enige. Ja, dat is het bordje nog, maar dan houdt het op. Hè? Houdt het op, maar het was op die plek. Oké. Okay. Jij zou me nog een mooi werk laten zien. Daar gaan we dan nu naartoe, is dat goed? Dat is goed. En dit is in de duinen, geloof ik, is het niet? Ja, dit is een werk wat ik vind zelf gewoon heel mooi dat hij zo'n vrouw zo dichtbij, wat dichterbij posteert dan de rest is meestal op een afstand. En hier kijk je, dat vind ik ook wel mooi, een beetje over de rug van haar met haar mee. Alleen dat kind kijkt heel erg anders naar. Maar zij kijkt een beetje zo naar de schepen hier. Daarom heeft hij ook die bootjes nog geschilderd. En het kind trekt de aandacht toch? Het kind trekt de aandacht, omdat die uiteindelijk ergens anders naar kijkt. En waar kijkt dat kind nou naar? Ik denk naar die vlindertjes hier. Dit zijn die vlindertjes. Witte duinvlinders. Ja. Want dat zag ik eerlijk gezegd hiernaast staan hoor. Ik zou het niet direct als vlindertjes zien, maar ze zijn een beetje ze zijn wel abstract gedaan. Ze kijkt naar die vlindertjes. Ja. Maar ik vind dat wel mooi, dat de aandacht gewoon van het kind gewoon helemaal afgeleid is, omdat ze alles voorbij ziet komen, terwijl die moeder toch heel ergens anders op gefocust is. Naar de schepen kijkt. Ja. Een bijzonder werk, mooi losgeschilderd ook. Ook die omslagdoek is heel mooi. Ja, ik vind het nog steeds een mooi werk. Prachtig. En is er nog meer moois hier in deze zaal? Ja, er is zoveel natuurlijk. Er is heel veel. We kunnen nog eentje laten zien hier dan ook in deze zaal. Ik ben dan voor een breistertje. Daar heeft hij heel veel gemaakt. Maar waarom kies je een breistertje? Ja, dat is eigenlijk wel een van zijn, naast die spelende kinderen, misschien wel een van zijn meest geschilderde andere taferelen. Breistertjes. Hij had daar kennelijk toch iets mee. Of misschien omdat aan de overkant op het duin die meisjes vaak zaten te wachten totdat de was hier droog was. Ah ja, ze moesten toch wachten. Ja. Dan maar gelijk je nuttig maken. Ja toch? En dan kan je misschien een sok maken of een klein truitje. Kinderen natuurlijk zat. Maar dit is de focus ook, want dat is net als bij dat meisje wat kijkt naar die vlinders, heeft zij een focus op dat breiwerkje. Ja. En echt helemaal. Je moet het toch ook spreken, vind ik. Ja, dit is heel mooi. Dit is prachtig gedaan. Wat ik ook leuk vind, zijn die soort bakstenen of in ieder geval Die de was vasthouden. En de rest is heel erg, bijna minimalistisch geschilderd. Een heel belangrijk schilderij ook. Komt uit het Rijksmuseum. Hing altijd in een 19e eeuwse vleugel. Tegenwoordig niet meer, helaas. Dit is ook zo'n icoon, net als die kleine garnalenvissers, wat op alle kaarten verschenen is. Gewoon een heel belangrijk schilderij. Moderne kunst toen. Maar deze hebben jullie nu hierheen gehaald? Ja, speciaal. Heb je nog meer werk hier naartoe gekregen? Ja, er hangen 90 werken van verschillende collecties. Het Rijksmuseum is een hele belangrijke bruikleengever. Het Gemeentemuseum Den Haag. Museum Boijmans van Beuningen, het Stedelijk Museum Amsterdam. Heel veel Museum op Veur, daar hebben we twee hele mooie werken ook van. En veel particuliere verzamelaars die normaal natuurlijk niet dat kan je normaal niet zien. Bij een museum zo kom je aan die prachtige tentoonstelling. Zo komen we aan die mooie tentoonstelling. Nou zag ik bij binnenlopen al een heel groot mooie schilderij wat ook mijn aandacht trok. Kunnen we dat ook nog even bespreken? Ja. Daar wil ik nog wat meer over horen. Als dat is goed. Dan gaan we daar naartoe. Gaan we daar even heen. In de nieuwe zaal. Ja.
Je bedoelt die hele grote? Die hele grote. Ah, ja. Ook een belangrijk werk. Dat is een feest voor me. Zonnig. Voor mij is dit hoogzomer. Volle zomer. Je hebt het helemaal goed, want de titel is ook gewoon zomer. Dus het klopt. Het is een mooie, ja, ik zou bijna zeggen van, zoals je in Katwijk op het strand loopt. Het is lekker weer, je loopt een beetje langs de vloedlijn, met je voetjes in het water. Ik heb dan hetzelfde gevoel. De kinderen trekken hun rokje op, maar die worden wel nat, denk ik. Die worden hartstikke nat, ja, dat is geen houden aan natuurlijk. Dit schilderij is bijzonder ook omdat dat licht, dat wat hij hier heeft gemaakt, dat zomerse licht, dat werd enorm geroemd, dit schilderij. Daardoor. Je ziet zelfs, het water is gekleurd eigenlijk. Ja. Zacht gekleurd. Ja, het doet mij een beetje denken aan, zeg maar, in juni, echt hoogtij, zeg maar langs de dagachtig, dat die kleurschakeringen ook tevoorschijn komen. Ja. Maar ik moet zeggen, mijn aandacht wordt getrokken door de moeder die naar het kind kijkt en de kinderen die naar elkaar kijken. Ja, ja. Ja, dus ze hebben het ook plezier met elkaar. Ja, daar wil je bij zijn. Ja, en dat is bij dit ook. Dan zie ik, je loopt de hele tijd met een boek onder je arm. Ja. En daar zie ik op staan, de Zonnegaagse school. De Zonnegaagse school. Waar komt dat plaatje vandaan? Dat hangt een stukje terug. Ah, zijn we langs gelopen. Gaan we nog even terug? Ja, is goed. Goed, oké. Okay. Ja, dat is hem, Wim. Ja. Ja. Zie je? Erg mooi. Een bijzondere aquarel ook. Uit de collectie van het Groningen Museum. Dat was een museumcollectie die ik nog was vergeten. Voor het eerst dat hij nu te zien is. En daarom leek het ons wel mooi. En ook omdat die sfeer erin zit. Een zonnige, zomerse, gezellig scheepje zeilen. En een mooi staan voor het boek. In het zwilletje. Dit is het tentoonstellingsboek van deze grote, meer dan 90 werken tellende expositie, waar u nog naartoe kunt tot 12 november.